We meten de endorotatiemobiliteit van de heup in 90 graden flexie. We brengen de knie exact boven het heupgewricht en stabiliseren met ons lichaam het bovenbeen. Vervolgens plaatsen we de goniometer op de knie en is één arm evenredig aan de lijn van het bekken. Vanuit hier brengen we een endorotatie van de heup en meten we de hoek die de goniometer aangeeft.